bij deze overdrachtmeeting van alle leveranciers. Laten we even beginnen met het vaststellen van een agenda. Er was een oproepje gedaan door Wout of er nog agendapunten waren. Jorrit die vroeg of we de technische afspraak Notified Pool in de aandacht wilden brengen. Dus daar kan ik straks nog wel heel even iets over vertellen. Ik heb even teruggekeken wat er allemaal speelt. En er is iets met een testmatrix, geloof ik. Waar we in een kaart proberen te brengen wie met wie allemaal wat kan uitwisselen. We hebben natuurlijk de E-overdracht en Irma. Vraagstukken die nu in het land liggen. Ik zag een vraag voorbij komen van Arjo. Over verschillende sets van zips tussen zender en ontvanger. En de NEN 7545 wordt binnenkort gestart. Dus dat leek me een nieuw onderwerp om even bij stil te staan. Zijn er misschien dingen die ik nog heb gemist of die jullie er graag nog bij willen hebben? Nou, misschien eerder schrappen. Er zijn twee onderwerpen waarvan ik denk die zijn ook al op andere tafels belegd. Die testmatrix die komt denk ik vraag aan bod. En die verzender en ontvanger. Ik denk dat we in de leveranciersbijeenkomsten die wij vanuit Nictus organiseren, daar ook wat uitgebreider bij stil zullen gaan staan. Dus het mag hier ook, maar we zullen ook daar zeker het gesprek verder voeren. Oké. Dus dan blijven we erover. NEN 7545, TA Notified Pool en E-overdracht Irma. Oké. Iemand die daar nog wat aan wil toevoegen? Nee, nou, het enige wat ik misschien wel als intro kan geven is dat we dus een leverancierssessie vanuit Nictus georganiseerd samen met de VNVN. Daar waren velen van jullie ook bij, daar hebben we input op gehaald. Aan de dingen die we eigenlijk op korte termijn nog willen realiseren met die E-overdrachtstandaard. Maar wat je daar best wel ziet is dat er heel veel onderwerpen op dan wel proces zitten, dan wel op adressering of identificatie. Als zijn de punten waar we nog slagen willen maken. Dus niet eens zozeer op de informatiestandaard zelf. Even buiten die discrepantie van verzenden en ontvangen. En met name die van adressering. Die was tweeledig. Enerzijds was dat het multivendor vraagstuk. Waar dus Wout vanmiddag die sessie voor had. Maar anderzijds was dat ook het kunnen adresseren aan specifieke afdelingen of locaties. En ik vroeg me af of we daar ook in het verband nog verder over met elkaar over door moesten spreken. Omdat dat voor best wel veel organisaties een heikel punt lijkt. Hoe keek je er zelf tegen aan, Giel? Of ga je dan nu het agendapunt al behandelen? De lekker steeds. Ja, ik mag het, Steven? Sorry? Mag het? Ja, nee, ja, zeker. Ga je gang. Ja, laten we gewoon beginnen met het. Want de vraag is... Kijk, weet je, er is dus niet, volgens mij niet in Nuts, ook niet in het zorgadresboek, iets waar die locaties afdelingen zeg maar gepubliceerd zijn, waar je zomaar volgens mij van gebruik van kan maken. Ik vraag me ook af, eerlijk gezegd zelf, of je daar een soort uniforme standaard voor neer kan zetten. Als zijnde weet je, de onderverdeling in een ziekenhuis of in het ene ziekenhuis is mogelijk heel anders dan in het andere ziekenhuis. En ik bedoel, ik heb in het verleden alles maar voorbij zien komen. Splitsing tussen intra-extramaal revalidatie, splitsing tussen verschillende disciplines, wondzorg apart, centrale afhandelafdeling, you name it, en het komt voor. Dus volgens mij wat je vooral wil, is dat je soort postvakken of inboxen kan creëren per organisatie en dat niet al te dogmatisch met elkaar vooraf wil bedenken of uit wil koken. Alleen het hangt denk ik ook samen met het multivendor probleem, omdat ik me ook kan voorstellen dat je op een gegeven moment als organisatie zegt, oké, nou als revalidatie bijvoorbeeld in ISIS moet landen, dan wil ik dat postvak op die nuts nodig gepubliceerd is. En als ik dan vervolgens intramoraal bij NEDAP wil laten landen of bij Pink en extramoraal bij NEDAP, dan moet dat wel kunnen. Dus volgens mij hangt die daar heel erg samen. Dus daarom zeg ik net als shit, het is jammer dat ik die afspraak vanmiddag gemist heb. Maar dat is denk ik wel het functionele vraagstuk wat daar een beetje mee samenhangt.
Ja, dat zou ons in de wijk ook al heel erg helpen. Dat in de informatiestand iets van care team of zo zit. Waar je nu wel ziet, zeg maar, dat aan de ziekenhuiskant kun je wel een afdeling vullen, hè, daar. Ja. Maar dat wordt in Fire tot zeg maar één naampje gedrukt. Ja. Dat zou denk ik al voor de thuiszorg al heel handig zijn. Bijvoorbeeld als je zo'n kleine optimalisatie doet, dat je daar van het ziekenhuis een potentieel care team in kunt. Ja, alleen de vraag is, hoe doe je dat dan? Hè? Ik bedoel, we hebben nu al met meerdere van jullie het gesprek gehad van oké, als we dus dat die bij de ontvanger afdwingen dat zij die organisatie waar zij zelf adresseren naar de specificeren. Nou, ik heb toevallig dat gesprek met Pieter onder andere gehad. Ja, je hebt niet allemaal dat adresboek van al die organisaties in Nederland in je systeem, in een soort referentietabel zitten. Dus dan zou je... Ja, waar verwijs je dan naar? Dan zul je dat toch op een of andere manier een soort van uniek moeten coderen. Ja, klopt. Als je het ideaalbeeld wilt hebben wel, maar het vreemde is nou dat je bij een ziekenhuiskant nu wel een plekje hebt, hè, zeg maar, met het specialisme en het afdelingstukje, waarbij je inderdaad pretext nu invoert. Ja. En eigenlijk staat er nog niet in de standaard dat het ook een care team kan zijn onder een de organisatie. Nou ja, misschien zou je... Ik denk zelf, als je naar de thuiszorg kijkt, zeg maar, dat al heel veel zou helpen in het proces. Als dat optioneel gevuld kan worden. Om ja. Het proces te stoppen. Nou, kijk, dat is een kunstgreep waar we denk ik over kunnen hebben. Ik zou het zelf eigenlijk misschien wel mooier vinden als je bij een nutsnode die je voor iemand kunt publiceren, daarnaast een soort meerdere postvakken kan publiceren. Maar ik weet niet hoeveel technische drempels ik nu over ga. Als ik dat vraag. Ja, dit is natuurlijk dus best wel dit is wel een bekend probleem. En weet je, je kunt aan de ene kant natuurlijk zeggen dat een organisatie is een black box. Dus we hebben het over specifiek over een zorginstelling. En routeer maar intern. Je kunt het zonder enige aanpassing te maken nu, zeg maar, zou je ook kunnen zeggen, we publiceren een zorginstelling meerdere keren en daar kiezen we verschillende technische endpoints voor. Dus je zou kunnen zeggen, ik publiceer zorginstelling de regenboog intumoraal en extumoraal. Dan maak je twee entiteiten ervoor aan. Dat is eigenlijk een beetje een hack. Maar in deze fase zou je daar prima mee kunnen komen. Dan kun je in ieder geval zoeken en weten de versturende kant waar die terecht moet komen. Maar zodra je natuurlijk gaat werken met ingewikkelde interne organisatiestructuren, kun je misschien niet meer verwachten dat een versturende kant weet hoe dat werkt. En waar die naartoe moet. En wat we nog kunnen doen, maar dat is iets wat we volgens mij in de toekomst waarschijnlijk voor veel meer use cases gaan tegenkomen. Dus als je inderdaad echt een afdeling weet dat hij naar een afdeling moet, dat dus elke zorginstelling dus een eigen adresboek aanbiedt als endpoint, en dat je daar dus in kan gaan zoeken. Maar dat is denk ik een volgende iteratie van, nou ja, de e-overdracht. En dat betekent dus dat we de adressering met elkaar gaan standaardiseren. Ja, eens, Steven, maar ja. Ik denk dat we het vandaag ook niet hoeven op te lossen, maar het is wel een belangrijk item wat wij heel vaak terug horen nu. Zeker ja. voor zorgorganisaties die een decentraal model hebben in plaats van een centraal model met zelfsturende teams in de wijk. Daar is dit echt wel een uitdaging waar ze nu extra organisatiestructuur optuigen, zeg maar, om dat centraal te kunnen ontvangen en dan door te gaan sturen. Waar het nu natuurlijk met zo'n regio afspraak in team mailboxen wel direct in een team bij een team terugkomt. Dus dat even. Ja, ik zie een paar handjes. Ik zie Ruben ook eens een. Ja, inderdaad. Ja, ja, het is een bekend probleem, inderdaad. Ja, wat al gezegd is, denk ik ook best wel een netelig probleem. Want het is meer dan alleen roteren naar een afdeling, want in het ene geval wil je naar een afdeling roteren, in het andere geval wil je naar een specifieke zorgvraag roteren, in het andere geval wil je naar een persoon roteren. En het is best een complex vraagstuk, denk ik. Het gaat uiteindelijk volgens mij, de achterliggende vraag, dat je fijnmazig in je zorgvraag en je zorgaanbod op elkaar af wil stemmen.
Dat is natuurlijk iets wat wij als zorgtermijn al soort van 20 jaar doen. Waar wij nu onze oplossing deels ook voor inzetten. En we zijn nu ook aan het kijken van hey, hoe kunnen we dit zeg maar inderdaad breder conceptueel ook. Hoe kunnen we zeg maar, dit vraagstuk breder conceptueel helpen oplossen. Hetzelfde vraagstuk speelt namelijk ook in de TA voor de Notified Pool BGZ waaraan gewerkt wordt. Waarin ik ook een andere aan bijdrage in heb. Daar is in ieder geval binnen die TA is ervoor gekozen om dit vraagstuk van adressering, eigenlijk fijnmazige adressering, of eigenlijk is het dus soort vraag-aanbod matching, om dat niet in het TA te doen, maar wel een parallel proces op te tuigen, op te starten met een aantal leveranciers om na te denken hoe kunnen we dit vraagstuk op een generieke manier oplossen. Dat is momenteel in een opstartfase om daar om te kijken of we daar gezamenlijk een antwoord op kunnen formuleren. Dus dat wilde ik in ieder geval even gezegd hebben, omdat daar dus aan gewerkt wordt. Officieel niet meer in TSV verband, geloof ik, want volgens mij bestaat TSV als zodanig niet meer. Maar wel dus naar aanleiding van diezelfde, in ieder geval van die TA voor Notified Pool. Is daar iets waar ook nog een. Het is in principe gewoon data-uitwisseling. Is dat iets wat een NICTIS bijvoorbeeld ook nog in zou kunnen ondersteunen? Je zou voor een deel gewoon FHIR-adresboeken kunnen gaan aanbieden, zoals we nu ook FHIR services doen, bijvoorbeeld. Ja. NICTIS is ook betrokken bij dat clubje, om maar zo te zeggen. Er zit in ieder geval. Laatste keer, wie zat erbij? Dat we het daarover gehad hebben. Ik weet het niet meer precies. In ieder geval iemand van NICTIS heeft gezegd, altijd zat het er maar ook bij. Pieter zat erbij? Ja, Pieter is erbij. Echt, ja. Wat het actueel maakt, is dat het nu vereist wordt in de kwalificatie dat we een aantal van die velden meenemen, waarvan de vraag is van, voegt het wat toe? En als we dit doen, veroorzaken we niet meer ellende door het eerst tijdelijk op te lossen dan het nu even uit te stellen tot er een goede oplossing is. Ja, kijk, ik zit wel met twee dingen. Enerzijds kan van alles natuurlijk. Ik heb wel het idee dat we het is gewoon mijn persoonlijke mening. Ik heb af en toe het idee dat we momentum een beetje aan het verliezen zijn. En dat we een aantal van dit soort vraagstukken te lang voor ons uit aan het schuiven zijn. Dus ik maak me eigenlijk niet zozeer uit voor hoe we het met elkaar fixen. Maar we zullen op een gegeven moment wel het gesprek aan moeten gaan en het ergens met elkaar moeten gaan fixen. Jacob, jij zit ook altijd met je hand omhoog. Nou, het was meer een inhoudelijk idee. Maar ik dacht of het adresseringsprobleem voor dezelfde mate geldt voor het aanmeldproces of het bemiddelingsproces als voor de latere overdracht, dan zou je natuurlijk in het aanmeldproces iets van een adreslabel kunnen creëren samen. Hè, dat de sturende organisatie krijgt van de ontvangende organisatie en wat die kan gebruiken bij de overdracht. Begrijp je wat ik bedoel? Of? Stel dat de aanmelding of de bemiddeling vindt op centraal niveau binnen een organisatie, dan zou daaruit een label kunnen rollen wat je bij de overdracht dan later weer gebruikt. Ja, de vraag is hoe zinvol dat is. Want op het moment dat je een aanmelding doet, zal de ontvangende applicatie de overdracht over het algemeen onder hetzelfde kopje scharen als de aanmelding. Want dan heb je hem al gehad, weet je. Dan is het niet meer heel zinvol om dan nog een adres mee te sturen. Ik denk dat dit vooral nuttig is, dit proces. Als je bijvoorbeeld iemand naar een ziekenhuis wil verwijzen en je wil daarbij zeggen naar kaakchirurgie of naar... Ja. Of je naar de thuiszorg wil en dan wil zeggen dit moet naar de thuiszorg. Of naar een verpleeghuis of naar een... en dan specifiek dit verpleeghuis, daar moet je heen. Want daar is het nuttig, maar als je alle aanmeldingen doet, terug te laten sturen. En het voorbeeld wat Dennis net aangaf, welk team? Ja, welk team, welke locatie, hangt er vanaf hoe je organisatie is ingedeeld natuurlijk. Kijk, dus ik denk dat het... Nee, we moeten misschien gewoon eerst met een aantal functionele uitgangspunten gaan beginnen, even los van de techniek. En dat is, wil je dat de verzender
iets bijhoudt of iets centraal raadpleegt, of dat de ontvanger de regie haalt over zo'n adresboek. En ik denk dat je uiteindelijk altijd neerkomt op het laatste, omdat je als ontvangende organisatie wil kunnen sturen waar dingen heen gaan. Dus dan is het de vraag van, oké, doe je dat dan in een centraal zorgadresboek of laat je ergens endpoints publiceren? Ja. En is dat dan een nuts of is dat geen nuts? Vind je, volgens mij zijn dat even de vraagstukken. Dus ik denk dat... in principe is dat misschien voor mij van dat nikt is nu even is de hamvraag. Ziet nuts dit als iets wat zij oppakken op de infrastructuurlaag? Of is dit iets wat we met het programma en of nikt is een antwoord voor moeten gaan formuleren? Ik denk dat het op alle lagen zit. En ik denk, ik zou het zelf, zou ik dat adresboek, zou ik dat zo bouwen, dat je dat in meerdere infrastructuren kunt gebruiken. Dus je komt uit met een endpoint. Met het endpoint spreken we landelijk af hoe je dat moet gebruiken en wat je erin zet en wat je terug kan verwachten. En dan is het natuurlijk wel de vraag, hoe regel je samen nog een stukje authenticatie? Want je wil misschien voorkomen dat iedereen die endpoints kunt gaan benaderen. Nou, op dat stuk kun je een stukje nut gaan toepassen. En in een e-overdracht komt dan waarschijnlijk te staan, net zoals je nu je Fire endpoint publiceert, dat je dan ook zegt, ik publiceer hier mijn adresboek volgens die specifieke adresboekstandaard die we met elkaar hebben afgesproken. En daar is verder, daar houdt denk ik ook het nutstuk op. Dus je zou nog kunnen afspreken dat je bepaalde certificaten of een autorisatietoken kan gebruiken om zo'n endpoint te benaderen. Maar ik denk dat het, de taskforce is gestopt, maar Menno, weet je dat toevallig, Ruben, is die nog wel actief onder een andere vlag met dit soort dingen of niet? Ik weet het niet, ik weet het niet precies. Er zijn dus nog wel, er loopt nog wat. Dit is het clubje wat ik net noemde, is een van de dingen die is, wat is, nou ja, voortgekomen uit de TH van Notified Pool, wat nog wel volgens mij nog wel onder de vlag van TSV is gebeurd. Maar ik weet het niet precies. Maar wat we wel kunnen afspreken voor nu is dat we het eerste volgende overleg met dat specifieke clubje, wat ik net bedoelde, even afwachten. Daar zitten we volgende week weer mee. Dat is met... Het is verder ook niet heel een besloten clubje in die zin met de zorgtermijn Chipsoft, VZ en Nictis, als ik het goed heb. Dat is nu eventjes de eerste samenstelling om eens te kijken van hey, hoe kunnen we hier iets mee en moeten we misschien ook nog meer partijen hierbij betrekken om dit om hier wat mee te kunnen. Maar dus, dat is dus nog een klein beetje heel erg in de opstartfase. Ja, maar anders dan zou ik eventueel wel willen adopteren. Mochten jullie geen dak vinden, dan, of ik bedoel, ik denk wel dat het goed is voor wat we met e-overdracht aan het doen zijn, dat we deze, ja. Maar in ieder geval dat we snel zicht bieden op een oplossing. Weet je wel, dat we met elkaar het gesprek daarover aan de gang krijgen. Ja, ja, zoals gezegd hebben we volgende week dus weer een sessie daarover. En dan kan ik tijdens de volgende Bolt-overleg over 2 weken, waar ik met mijn PTG over wat de uitkomst daarvan was. Ja. En Jacob helpt mij onthouden dat we maandag ook even met Pieter dan hier bij stilstaan. Goed. Dat lijkt me een mooie afsluiting voor de adressering. Ik zag een... Er wordt binnenkort een N7545 wordt gestart. Dat is dus... pad 2 van de wegen is waarin dus dit soort initiatieven worden geformaliseerd en verplicht gesteld ook uiteindelijk, als ik het goed zeg. En er was een oproepje voor, geloof ik, om daarin in plaats te nemen. En ik zag die van jou, Giel, misschien kun jij daar nog wat over toelichten? Nou, de eerste werkgroep bijeenkomst is morgen. Dus had je al wel aangemeld, maar heb je nog geen uitnodiging gehad, dan zou ik zeggen... meld je nog even snel bij NEN. En in de Slack staat een mailadres waar je dan terecht kan. Ja, weet je, het gaat uiteindelijk om... Kijk, we hebben met elkaar bijvoorbeeld in de inzichtprogramma heel veel discussies gehad over wat is verwerken en hoe ver gaat de informatiestandaard en wat valt er wel en wat valt er niet onder en wat kunnen we elkaar van elkaar verwachten. En we hebben natuurlijk die discussies omdat er niet een soort heel helder normenkader is wat naast die informatiestandaard fungeert. Dit proces heeft tot doel om wel tot dat normenkader te komen. Ik heb zelf als leverancier destijds de uitkomst van de N7510 mogen ervaren. Dit is jullie kans om te zorgen dat je niet zo'n norm krijgt. Dat is eigenlijk mijn oproep. Dus ik zou zeggen, participeer in dat traject, zodat we samen kunnen zorgen dat er een helder en voor iedereen begrijpbaar, hopelijk ook enigszins gedragen, norm ontwikkeld wordt.
Oké. En wellicht is dat dan een mooi bruggetje naar de e-overdracht en het gebruik van persoonlijke authenticatiemiddelen. Ik verwacht dat de norm daar waarschijnlijk dingen over gaat voorschrijven. En op dit moment hebben we die norm natuurlijk nog niet. En is dus ook een deel van de discussie is het wettelijk kader waarin dat het wel of niet verplicht wordt gesteld. Of nodig is of niet. Ik geloof dat het idee was om de volgende e-overdrachtmeeting en ook een aantal zorginstellingen uit te nodigen. En het is misschien hier een mooie gelegenheid om nog even met elkaar te kijken wat we willen doen volgende meeting. Heeft daar iemand een beeld bij? Nou, ik kan denk ik alleen maar voor mijn eigen behoeftes spreken. En ook de gesprekken die ik afgelopen week heb gevoerd. Ik heb zelf het idee dat ik het idee nog onvoldoende doorgrond. Wat nou exact de bezwaren zijn tegen die interpretatie op persoonsniveau. Ik snap het gewoon niet voldoende, denk ik. Ik denk dat misschien het goed startpunt is om met elkaar te beginnen. Ja, ik heb hetzelfde. Lastig is volgens mij dat uiteindelijk de echte vragen zijn, de echte bezwaren en argumenten zijn verloren geraakt waarschijnlijk in een heleboel documenten en samenvattingen en discussies. En het is heel moeilijk om door al die dingen heen tot de kern te komen van wat nou precies de grondslag ligt aan dit bezwaar. En dat is denk ik ook wel een beetje aan onze taak aan het leveranciers om erachter te komen. Wat we nou echt moeten oplossen zodat dat er gestart kan worden, zeg maar. En daar mis ik nog een beetje een plan voor eigenlijk. Want we vinden elkaar tot nu toe alleen maar bij dit soort meetings en in brieven. En volgens mij moeten we gewoon eigenlijk naast een medewerker gaan zitten daar om erachter te komen wat nou precies hun werkprocessen zijn. En waarom zij denken dat een app als Irma of überhaupt zo'n middel niet voldoende aansluit bij hun zorgprocessen. En dat is zo lastig met elkaar. En dit geldt wat mij betreft trouwens niet alleen voor het identificatievraagstuk, maar ook op de procesondersteuning, denk ik ook dat we vergelijkbare verdieping nodig hebben. En adresseringen hebben een helderder beeld, maar weet je, ook daar. Dus ik zit heel erg aan het zoeken naar op welke manier kunnen wij nu met elkaar op een objectieve manier die praktijkervaring een beetje gaan oogsten en daar meer beeld bij krijgen. Dus al is het maar één regio die zegt, oké, die een demo geeft van zijn huidige proces nu, en het proces zoals hij het straks moet gaan doen, en daarin de rode vlag identificeert van waar die zegt van dit, hier zitten we onoverkomelijke problemen. Mm-hmm. Ik zou het zonde vinden als we volgende week een hele juridische discussie met elkaar gaan voeren over wat juridisch wel gezien wel of niet zou moeten. Ja, nee, volgens mij is dat ook niet zo praktisch. Kijk, wat we nu natuurlijk al zien is dat er best wel veel aantal regio's volgens mij aan het testen zijn onderling. En daar is het misschien interessant aan onze kant om daar wat resultaten van te delen. Gewoon om te zien hoe het nu al gebruikt wordt en hoe andere partijen het ervaren. En dan een vergelijkbaar testproject of inderdaad precies wat jij nu voorstelt, Giel, om dat inzichtelijk te krijgen. En het lastige is natuurlijk dat wij vanuit de leveranciers dan gezien, iedereen heeft zijn eigen klanten. Dus het is denk ik heel lastig om bij een andere regio of andere klant aan te sluiten. En bij een zorginstelling die niet jouw klant is. Maar misschien moeten we wel onderling eens gaan kijken van kunnen we met je eigen klant daar eens te gaan zitten en te zien wat het is, deze feedback verzamelen en hier weer een keer terug gaan delen, om te zien van wat zijn onze inzichten die we hebben opgedaan, wat is nou de rode draad die we te horen krijgen als we met eindgebruikers die processen gaan bekijken. Dat is misschien is deze meeting wel een plek om dat met elkaar te organiseren en te delen.
Weet iemand of er al is getest met specifiek de partijen die de brieven hebben gestuurd en de verzoeken hebben gedaan? Of is daar eigenlijk alleen, komt het niet eens zover? Weet iemand dat? Zijn er al testen uitgevoerd? Staan deze partijen in de matrix bijvoorbeeld? Alleen de matrix is waarschijnlijk alleen de leveranciers of niet? Nou, die matrix is er volgens mij nog niet voldoende. Ik hoop daar vrijdag ook meer van te horen. Dus dat is nog heel erg een wording. En ik weet wel van de koffiemomenten dat er zo degene nu pilots in regio's gestart worden. Volgens mij Rijnmond, hoorde ik Thijs, toch? Ja, je bent gemute. Wij zijn net met Laurens, die zijn testen aan het doen, met NEDAP ook. Ergens denk ik, we zitten nog op het vlak van dat iedereen andere interpretaties heeft van FHIR. Dus overdragen doen we nog niet. Maar wat ik merk is dat die organisaties lijken ook, die hebben ook heel lang zitten wachten met wat betekent het allemaal. En die gaan er nu pas over nadenken en wat er allemaal nodig is. En dus het is ook de vraag van... Ja, om dingen door te zetten van of dat nu of je inderdaad niet eerst gewoon moet zeggen ja, ga aan het werk, ga wat doen, want we hebben nog gewoon heel veel kinderziektes eruit te halen met elkaar. Dat is de eerste stap en zoals adressering, we hebben nu twee Laurensen, ja, dat zie ik, eentje heet Laurens met een datum in het acceptatienetwerk van NEDAP en wij zijn Laurens intramuraal. Hebben we geen afspraken over gemaakt. Nou, dus als iemand wat naar Laurens wil sturen, moet hij even gaan snappen van, ik moet die dan maar hebben. Overigens kunnen klanten ook zeggen, ik registreer bij de ene leverancier niet de service of wel een service. Daar zitten ook nog mogelijkheden in om dingen te regelen. Maar we moeten daar alleen maar klanten hebben. Het is nog niet echt een beeld van wat klanten werkelijk doen. Dus die zijn ook heel afwachtend. En die gaan nu wel zeggen, we moeten testen. Maar wat ze gaan testen en hoe en een idee, dat gaan ze nu vormen en vanzelf tegen problemen aanlopen. Maar ik denk dat je er alleen maar komt door te gewoon te gaan doen. En inderdaad weer verzamelen van gegevens. Andere klanten beginnen ook nu met testen. Maar we zijn eigenlijk alle tests zijn nog in de fase dat wij geen berichten accepteren die anderen sturen. In verband met issues in Firespecs. Waar wij op controleren. Dat zegt niet zoveel over het proces nog. Dus het is nog echt in de fase van, kijk, er gaat wat over. En ik ben bereikbaar, ik vind iemand. Ik weet niet hoe anderen waren, wat anderen aan het testen zijn en welke bevindingen er spelen. Dennis, is het zo? Ja. Ik weet dat een aantal van die partijen in ieder geval e-overdracht om de testtoegeving aan hebben gezet. Ik vermoed dat ze ook getest hebben, al kan ik dat zo snel niet zien. Wat ik me ook afvraag is hoeveel van die bezwaren overblijft als je meer waarde toevoegt aan de implementatie van de e-overdracht dan we nu hebben. Maar die discussie, die zul je haast één op één met die klanten moeten hebben. Want met die regio ga je daar toch niet uitkomen. Nee, ik denk dat je... Weet je, probeer maar eerst op te objectiveren wat het dan is, hè, zonder er even een oordeel over te hebben. Ik denk dat is de Q's. Ja. Nou, wat ik wel weet is inderdaad in ieder geval een van de meerdere deelnemers aan de brief, dat is Amstelring. Die hebben daadwerkelijk inderdaad met Irma ook getest, ook met onze software. En ook trouwens ook wel andere regio's bij ons hoor. Die zijn ook met praktijktesten bezig, waar ze ook gewoon met Irma gebruiken. Maar bij de brievenschrijvers hebben wij alleen maar Amstelring zitten. Alleen, ik denk dat het bezwaar complexer is dan alleen gebruikerservaring ophalen of zo. Want het heeft ook met interpretatie van wat moet met gevoel van twee keer inloggen te maken. Dus ik denk, ja, als je nou gebruikers gaat vragen, zeg maar, over een beleving, dat je dan niet heel veel stappen verder of zo komt.
Volgens mij is namelijk het vraagstuk complexer dan gebruikerservaring van de Irma-app toetsen. Ja, maar dit zijn denk ik wel de dingen waar ik een beetje naar op zoek ben. Dus is het dat je één keer in je AD moet inloggen en dan nog een keer in Irma? Is dat een van de bezwaren? Is het het feit, ik sprak laatst iemand die zei van, ja, het is een heel ingewikkelde flow voor een gebruiker. En toen, wat dan meegenomen werd in de ervaring, is de allereerste initiële installatie van Irma. Dus de app downloaden op je telefoon, zeg maar je gegevens overnemen, een hele rambam. Dus dat kleurt dan gigantisch de rest. Weet je, zo, maar ja, zo heb ik nu twee dingen die, waarvan ik denk van oké, nou, dat kan van invloed zijn. Maar zo zou ik hem wel eigenlijk verder willen afbellen om gewoon daar nader gevoel bij te hebben. Ja, maar het probleem is dat heel te ver afbelt en later kom je op het gebruik van de, zeg maar, Irma-app alleen. En ik denk dat dat het probleem hier is, zeg maar. Het is ook het willen of de noodzaak inzien van dit doen of zo. Dus als jij een gebruiker hebt en die heeft net binnen een organisatie te horen gekregen dat ze toch echt nu multifactor moeten gaan gebruiken om überhaupt in hun CD te komen. En dan kom je bij die gebruiker en dan zeg je, ja, als je een overdracht wil ontvangen, dan moet je hier ook nog even dit appje doen. Terwijl ze niet goed uitgelegd kunnen krijgen of waarom je het doet of waarom we dat doen. En dat is denk ik ook, volgens mij zei Pieter dat ook laatst, dat is gewoon ook verdomd lastig uit te leggen, zeg maar. Vorige week zaten we ook met Generica, Nedap en ik weet, Pink ook volgens mij, Innovation, sorry. Om tafel rond dit onderwerp, ja, en dan kom je er ook op uit van, ja, wat zijn nou eigenlijk daadwerkelijk de juridische kaders, zeg maar, om dit zo te doen. En dan heb je in deze regio, wie die brief ook schrijft, die hebben ook nog eens allerlei regio-overeenkomsten in place. Als ze dan ook over twijfelen, ja, die hebben we nu al in place, dus waarom zou je dan nog de gebruikers allemaal vragen om dit te doen? Omdat het natuurlijk best nog wel een operatie is om al die gebruikers die er maar wat je ook van de gebruikersvriendelijkheid vindt, hè? Nou, kijk, ik denk wel dat dat een van de dingen is waar misschien niet zozeer nikt is, maar misschien wel vanuit het inzichtprogramma een antwoord zal komen op die brief. Kijk, dat het een landelijk schaalbare oplossing moet zijn en dat het daar in die context moet voldoen aan wet en regelgeving. Ik hoop wel dat dat daar wat duidelijkheid over gegeven gaat worden. Ja, maar dat zou denk ik heel erg al helpen, zeg maar. Want ik denk dat dan die gebruikersvriendelijkheid van zo'n app, ik denk dat uiteindelijk het issue niet is, als iedereen snapt waarom je dat moet doen of waarvoor je dit misschien in de toekomst gaat doen. Dat is mijn persoonlijke inschatting van het hele problematiek, zoals ik daarmee gekregen. Dus ik denk als je volgende week het doel hebt om te toetsen, zeg maar, hoe gebruikersvriendelijk is die Irma-app. Ik denk persoonlijk niet dat dat heel erg, ja, het zou een toevoeging zijn, maar zeker niet een toevoeging waar aan je conclusie kunt verbinden, denk ik. Maar dan is de vraag, ja, met welke insteek je dan wel komt? Want om alleen maar standpunten uit te wisselen over de noodzaak, ja, dat weten we volgens mij wel. Ik denk dat het ook gewoon voor ons belangrijk is om te laten zien dat we echt oprecht de zorgprocessen willen verbeteren. Dat we dus niet uit een soort technocratisch oogpunt de zorg op willen zadelen met meer handelingen. Met meer. En om dat te laten zien, is het denk ik ook gewoon goed om op alle vlakken van die argumentatie te gaan zitten, gaan luisteren en te kijken wat er daar nou precies speelt. Dus ik hoor nu dingen als beleidsstukken, onduidelijkheid over de noodzaak. Maar misschien mensen die, ik hoor ook wel eens bijvoorbeeld van
wat moet ik dan met mijn BSN precies doen? Dus ook onduidelijkheid over hoe Irma precies werkt. Onveiligheid. Zo'n app moet je natuurlijk ook ondersteunen binnen je organisatie. Als je dat op dat moment geen ruimte voor hebt. Dus er zit een heleboel. Komt erbij kijken op het moment dat je zoiets gaat introduceren. En je kunt het met timing inderdaad te maken hebben, dat je net al two-factor hebt geïntroduceerd met weerstand. Dus het is denk ik ook, ja, het lastige is natuurlijk dat al die dingen worden vervolgens op één hoop gegooid in een brief. En je weet nooit precies wat een echte pijnpunt is, maar volgens mij door alleen aan tafel te gaan zitten met elkaar en argumenten heen en weer te gooien, komen er niet. Dus we moeten volgens mij wel een handreiking maken en ook voor onszelf die hypothese bevestigen dat het waarschijnlijk vooral ik denk zelf in ieder geval, mijn hypothese is, we hebben informatievoorziening niet goed voor elkaar, dus we moeten dat beter uitleggen, maar misschien is het ook wel echt super onhandig in bepaalde situaties en zien we dat over het hoofd en dat zou het heel jammer zijn als we daardoor eigenlijk erger maken. Dus ik wil dat eigenlijk wel graag scherp. Nee, dat zou kunnen hoor. Er zijn situaties waar mensen geen telefoons bij zich hebben. Je is altijd een paar te verzinnen. Maar ik weet niet of meer testen heeft, denk ik, nu nut om die organisaties daarop te halen wat het probleem is. De tests die ik al wel zie, zijn wel redelijk duidelijk in of dit handig werkt of mensen hier uitkomen. Die hebben we volgens mij wij wel gedaan, maar ik denk meerdere leveranciers hebben dat wel gedaan. En dat is op zich best duidelijk. Dus je zit haast of aan specifieke situaties of aan specifieke bezwaren van die partijen tegen iets aan, denk ik. Meer dan gaat dit werken bij verpleegkundigen in de thuiszorg bijvoorbeeld, want dat weten we eigenlijk al wel. Ja, en dan kunnen wij kijken wat we misschien nog kunnen doen specifiek voor hun. Hè? Dus misschien inderdaad die informatievoorziening. Misschien kunnen we iets doen op technisch vlak, sessieduur, een ander middel introduceren als het gaat bij ziekenhuizen en ze hebben bijvoorbeeld al iets wat van hoog niveau is. Laten we een handreiking doen en mee proberen te denken. Ik denk dat de enige manier is, anders wordt het een principe discussie en daar komen we nooit uit. Dus volgende week geloof ik willen er een aantal partijen ook aansluiten op deze meeting. Ik denk dat daar wat voorbereiding voor wordt gedaan. Maar dat heb ik zelf niet helder. Dus ik weet niet of we hier dan nog daar wat over willen bespreken. Of dat we erop vertrouwen dat dat straks gewoon goed gaat komen. Welke partijen willen aansluiten, Steven? Ik meende dat. Ik denk Sigra, maar ik weet niet zeker. Dus iemand vanuit Sigra. En voor mij wilde Sergei deze meeting gaan voorzetten. Maar het is natuurlijk onze tafel, dus wij kunnen in principe ook vanuit ons standpunt of onze visie, optiek, kunnen we hier wat, kunnen wij zeg maar het gesprek faciliteren. Dus ik denk dat het net zoals we de vorige keer bij hun zijn aangeschoven. En als je wil kan ik zo meteen in de Slack nog even opzoeken en delen om wie het gaat en wat er nu wordt voorbereid. Ja, ik denk dat wij van Nick dus graag als toehoorder participeren in de meeting. Ja. Oké. Iemand anders nog iets over persoonlijke authenticatiemiddelen in relatie tot de e-overdracht? Dan gaan we denk ik door naar de laatste agendapunt. Dat is de technische afspraak Notified Pool. Een aantal partijen hebben die samen opgeschreven. En ik denk dat Ruben ook een van de auteurs is. Misschien kun jij er wat over vertellen, Ruben. Ja, ik ben er ook een soort van in een later stadium bijgekomen bij het clubje. Dus ik heb het begin niet helemaal meegemaakt van de opstelling van die TA. Maar ik kan wel wat over roepen. De TA is eigenlijk opgesteld naar aanleiding van de behoefte om ook een FHIR TA te maken voor de uitwisseling van PGZ. Voor de VIP-5-regeling. En dat ging dan specifiek over BGZ-verwijzingen. Dus ook voor een verwijsflow. En die verwijsflow is natuurlijk enigszins vergelijkbaar met een overdrachtsflow zoals we die bij de e-overdracht kennen. Dus dat is in ieder geval het raakvlak tussen de twee dingen. En technisch gezien zit het raakvlak met name dus op de notified pool, die in beide casussen gebruikt zouden moeten gaan worden.
Dus de aanleiding was dus, is dus geweest een TA voor de uitwisseling van de BZ op basis van FHIR. Er was vrij snel consensus dat het op basis van Notified Pool ook moest gebeuren. In de loop van het project is er eigenlijk, dat is een soort van voor mijn tijd geweest, ik weet niet precies wat daar de overweging is geweest, maar is er besloten om van dit TA een generieke TA Notified Pool te maken. Dus niet zozeer een TA uitwisseling van BGZ op basis van FHIR en Notified Pool, maar uitwisseling van medische inhoudelijke gegevens generiek op basis van FHIR en Notified Pool. Dus dat is een beetje de context waarin dit TA is opgezet. TA is nu een consultatie. Valt ergens te downloaden van de Twin website, geloof ik. Even kijken, wat zou ik erover zeggen? Inhoudelijk zitten er een paar punten anders dan zoals we dat nu bij e-overdracht hebben ingericht. De twee belangrijkste verschillen die erin zitten, is enerzijds dat de notificatie in de Notified Pool niet meer een lege notificatie is, maar een notificatie die dus een payload heeft. En de notificatie zoals wij die in de e-overdracht hebben afgestemd, is een lege HTTP post. En in deze TA is ervoor gekozen om die post niet leeg te houden, maar om daar een task resource in te zetten. Dus de notificatie zelf heeft een task resource in zich. De belangrijkste reden daarvoor is, en dat komt niet goed tot uiting in de huidige formulering van de TA, maar goed, dat is een dingetje. Maar de belangrijkste overweging om dat te doen is omdat er hele sterke wens was om wijzigingen in de dataset die klaar is gezet bij de verzender, om die te kunnen communiceren. En dat je een soort van delta notificatie kunt doen. Nee, ik heb nieuwe data voor je aanvullend op de bestaande data. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest om te zeggen van hey, die payload van die notificatie die moet een vulling hebben. Nou, er is veel discussie geweest om wat die vulling moet zijn, maar dat is dus een task resource geworden. Ik begreep dit toch ook dat er in die payload informatie kan hebben staan over de op te halen informatie. Hè? Dus als het een meer generieke standaard is, dat je zegt van oké, in dit geval is het een e-overdracht die er klaar staat en hier kun je hem vinden. Ja, klopt. Ja, dus dat is uiteindelijk, en omdat we dan toch zeg maar toe zijn gegaan naar een notificatie waarin je dus kunt aangeven van wat voor data er klaar staat, betekent dat inderdaad ook dat je dat ook in de eerste initiële notificatie natuurlijk ook gewoon kunt gaan meesturen van welke data staat er nou klaar. Daar is een hoop discussie over geweest natuurlijk, omdat het afwijkt van de manier waarop het in de bij-overdracht en ook in de Bolt is gespecificeerd. Het is belangrijk in ieder geval om op te merken dat deze task resource losstaat van een potentiële task resource die men kan gebruiken om workflow informatie, status updates bij te houden. Nou, de task resource die zoals we die kennen binnen e-overdracht is echt primair ook voor workflow informatie en natuurlijk ook wel om aan te geven welke data er klaar staat. Er wordt vooral gebruikt voor workflow. Dus het idee is in die generieke TA is dat je dus eigenlijk twee task resources kunt gebruiken. De workflow task, zoals die dan een beetje in de volksmond is gaan heten, althans binnen dat clubje van de TA. De workflow task is een task zoals die bij e-overdracht ook gebruikt wordt. Die blijft gewoon staan bij de verzendende partij. En je kunt eventueel, je kunt daarnaast in je notificatie ook een task resource gebruiken, waarin je aangeeft welke data er klaar staat. Maar die task resource is dus in principe ook redelijk dun gevuld met alleen eventueel references naar data die er klaar staat bij de ontvangende partij. Bij de verzendende partij moet ik zeggen. Dus het is een soort van, dat is een belangrijk verschil tussen die twee. Het andere verschil is dat in de TA zelf eigenlijk niet heel erg scherpe afspraken worden neergezet over hoe je omgaat met adressering en identifiers. Omdat dat allerlei eisen stelt aan infrastructurele eisen, aan registers die je gebruikt voor bijvoorbeeld adressering. En men wil afwachten wat er uit de NEN-werkgroepen komt qua normen en afspraken. Dus daarin is die TA een klein beetje fuzzy. Wel zodanig geformuleerd dat bijvoorbeeld een uitwisseling op basis van nuts daar prima in zou kunnen passen.
Maar het betekent wel dat als men zo'n TA wil implementeren, dat je altijd aanvullende afspraken nodig hebt om adressering bijvoorbeeld werken te krijgen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van welke identifiers je gebruikt om organisaties en systemen te identificeren. Ook daarin zijn altijd aanvullende afspraken nodig bovenop, zeg maar, deze TA. Dat is een beetje de insteek geweest. Dus dat zijn in ieder geval de twee belangrijkste verschillen in die TA, zoals die opgesteld is. En de TA voor de EO-overdracht, zoals we hem daar kennen. En zoals gezegd, hij heeft nu ook de consultatie tot, wat is het, eind deze maand ergens, geloof ik. Half deze maand, eigenlijk niet zo heel lang die consultatie. We kijken vooral naar schiet erop. En maar weet dus dat dit een beetje de achtergrond is en dat je verschillend tegen zult komen. En als ik vanuit Nixis mag spreken, dan is het niet zo dat dit directe consequenties heeft voor de wijze waarop we met elkaar EO-overdracht willen doen, op de EO-overdracht informatiestandaard. Maar het is waarschijnlijk wel, nou ja, weet je, we willen eigenlijk wel harmoniseren op een soort van standaard. Dus bij de doorontwikkeling zullen we hier wel sterk naar kijken. Mooi. Ja, dank voor de oproep. Kijk er goed naar. Met een beetje geluk kunnen we straks één keer bouwen en heel vaak hergebruiken. Dat is uiteindelijk wat we willen. Zijn we voor mij aan het eind van de agenda gekomen? Zijn er nog nabranders of andere dingen die iemand nog even wil noemen? Nee. Ja, misschien één ding. We hebben naar aanleiding van de leveranciersessie die we vorige week hebben georganiseerd vanuit Nictis, zijn we nu eventjes de informatie aan het verzamelen. Waarschijnlijk hebben we dat richting het einde van deze week compleet. Dan zullen we dat samen met de opname, die opname zelf is niet zo denderend, maar de audio is wel goed. De vervolgafspraken gaan delen. Ik denk dat het vrijdag wordt. En ik denk dat de volgende bijeenkomst, als ik het zo inschat, als het de ruimte bij VNVN het toelaat, weer bij VNVN is. Omdat we het wel heel prettig vonden om met elkaar fysiek af te spreken en in gesprek te gaan. Dus waarschijnlijk kan ik de volgende keer gewoon offline, zoals ik dat niet van Thomas mocht zeggen. Oké. Verder nog iemand? Oké, nou dat is het dan weer voor deze keer. Dan spreken we elkaar allemaal over 2 weken weer, denk ik, in de volgende EO-overdracht meeting. En vast en zeker ook tussendoor op andere samenstellingen. Bedankt en tot de volgende. Yes.